Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat zijn departement bezig is met een nieuwe basisvorming binnen het onderwijs. Woensdag voor de vergadering van de ministerraad stelde de bewindsman dat de basisvorming kinderen en kleuters ook moet beschermen, vandaar dat de leerplicht moet worden aangepast. Kijk, op dit ogenblik zijn we bezig met de nieuwe basisvorming, dus het basisonderwijs vorm te geven. 2 jaar kleuterklas wordt versterkt met 6 jaar gewoon GLO. En aan de bovenkant krijgen we die 2 jaren MULO en LBO, dus we hebben 10-jarige. Wat er nu aan de hand is, dat we oude leerplicht kennen van 7 tot 12, waarbij de kleuters niet beschermd zijn. En dat kan niet meer. Dus wij hebben nu gekozen voor 2 opties. De wetgeving aan te passen, leerplicht 4.16 of 4.18. We gaan een keuze nog maken, omdat we het parlement en de argumenten op een rij gaan zetten waarom 16 of 18. En dan gaan we een keuze maken. Ory stelt voorstander te zijn van een leerplicht tot de leeftijd van 16 jaar. Eventueel kan de leeftijd naar 18 jaar als het parlement daarvoor kiest. 18 heeft te maken met de volwassenheid, zeggen ze. Maar ja, 21, dan kan je alle handelingen doen in Suriname. Maar 16 of 18 is in de wereld gebruikelijk. Ik ga voor 2.16. En dat is dus uw wetgevingsstuk die klaarkomt in een 3-tal elementen. We krijgen een wet op het basisonderwijs. We krijgen een wet op de leerplicht en een wet op toezicht. Dat is de inspectie. Die 3 wetten gaan dat hele vernieuwingsproces begeleiden. De bewindsman geeft aan dat een kind van 16 jaar zelf kan kiezen wat die verder doet wat betreft de studie. Op deze leeftijd is de basis al gelegd en kan de stimulans ook zijn om te kiezen voor een opleiding op HBO-niveau.